Blue Note, ja, dan zeg je natuurlijk Saint-Germain. Het is het album waardoor ik dacht dat dwarsfluit spelen echt heel erg leuk was om te doen. Er staat een nummer op, So Flute. Ik hoorde dat en ik dacht, weet je wat gaaf is? Dwarsfluit spelen. Daarmee gaan alle vrouwen mij ontzettend leuk vinden. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Het bleek ontzettend moeilijk te zijn. En helemaal de techniek die bij dit nummer gebruikt wordt. Want het is bijna een soort van ritmisch instrument geworden. En daar was ik jaloers op. Want je hoort hem echt zo. En dat vond ik te gek. Dat wilde ik doen. Dat wilde ik voor elkaar zien te krijgen. Dat het behalve gewoon zo'n... Ik ken alleen Berdien Stenberg, hè? Je weet nog wel van dat... De andere Rieu van de dwarsfluit. En toen kwam dit album. En ja, ik vond dat fantastisch. Ik vond het echt te gek. Saint-Germain, we hebben nou echt heel lang niks van ze gehoord. Dit komt uit 2000 en wij dachten allemaal, hier komt nooit meer iets van terecht. We zullen nooit meer iets van ze horen. Maar wat blijkt, ze hebben een remix gemaakt van Gregory Porter. Gregory Porter heeft een album uit, Liquid Spirit. Ik vind het fantastisch. Een prachtig album, staat ook in het boek. Echt fantastisch. Maar toen had opeens Saint-Germain de opdracht gekregen om een remix te maken. Dat hebben ze gedaan, niet onverdienstelijk. Hij wordt zeker wel eens op Radio 6 gedraaid, natuurlijk, want het is gewoon een goede plaat. Maar ik hoop nog steeds dat er gewoon een album terugkomt. Van de mannen zelf. Saint-Germain, dat zou toch zo mooi zijn. Dit is Radio 6.